Beste kijkers, het is 21 mei rond de klok van 9. We zijn hier live vanuit de studio in Weert. Dit is MX Insight. Leuk dat jullie kijken. Afgestemd op het juiste kanaal. Iedere dinsdag om 9 uur met normaal gezien 3 man samen met mij aan tafel. Dus totaal 4. Helaas Frank Rottier niet aanwezig. Die heeft zich moeten afmelden vanwege een privé situatie. Hij kijkt wel en ik kan al zeggen dat hij de volgende week wel bij is. Dus Frank, succes thuis en... Kijk maar eens even mee wat wij alvast behandelen, dan kun je voorbereiden op volgende week. Wel aan tafel vanavond Davy Pootjes. Hallo. Vers terug uit Portugal, afgelopen weekend daar gestreden om, om de knikkers, als het ware, om de punten in het WK MX2. En daarnaast onze co-host Mark de Reuver, eigenlijk nauw verbonden met Davy vanwege een samenwerking met trainen. Dus Mark, welkom terug. Gezellig, jongen. Ja, ben er. Ja, dus, hey Davy, we hebben jou, we hadden het er net al over van teams zien wisselen. Ja. We kennen jou natuurlijk als KTM-rijder van jongs af aan, Hanemax KTM. We hebben het allemaal heel vaak door de speakers horen roepen. Hanemax KTM, Davy Pootjes. Daarna Factory KTM. Ik heb jou zien rijden bij HSF, bij LRT van familie Lieber, mag ik dan wel zeggen. Ja. En nu bij het Diga Pro Cross Team, daar heb ik een clipje van Wout ten Tijen, die van 7MX Media. Laten we gewoon even kijken hoe dat er tegenwoordig uitziet. Ja, mooie beelden, mooie slow-mo's. Geschoten op de ONK's, in ieder geval de Nederlandse wedstrijden. En het shirt wat jullie in beeld zagen, dus het wedstrijdshirt van Davy. Ja. Dat kun je winnen als je deze uitzending op Facebook doet delen. Let op, jouw status moet dan wel op openbaar staan. Want wij trekken aan de hand van een bepaald systeem uiteindelijk een winnaar van dat shirt. Dus die status moet openbaar staan, dan kunnen wij die... die actie ook toepassen op jouw account, zeg maar. Heb je vragen voor Mark en Davy? Ze zitten hier, dus ik zou zeggen, dien ze in. En dan gaan we alvast beginnen met de vragen die al reeds binnen zijn gekomen. Davy, we hebben een afbeeldingje van vorige week. Ik zag je heel blij in Mantova. Ja. We hebben nog een afbeeldingje wel bij de hand. We hebben het vorige week al even laten zien. We waren enorm trots op deze prestatie. Het eerste Nederlandse podium van... Van dit seizoen. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja, natuurlijk was ik er heel erg blij mee. Het is natuurlijk de laatste 4, 5 jaar zijn zwaar geweest. Veel pech gehad en blessures. En dat ik dan eindelijk op het podium sta is natuurlijk super. Ja, we zagen jou vorig jaar bij het LRT-team. Toen had je niet de connectie met Mark, denk ik. Hoeveel heeft jou dat geholpen? Ja, natuurlijk heel veel. Vorig jaar toen ik met Diga tekende, toen hebben we een plan gemaakt en toen kon ik dankzij mijn schoonvader zeg maar, kon ik met Mark gaan trainen en ook met de fysieke trainer. En tot nu toe werkt hij heel erg goed en dankzij daar staat eigenlijk alles op de rit en gaat eigenlijk steeds beter en beter. Ja, moest je het voorheen allemaal zelf uitzoeken, sinds dat je zeg maar niet meer bij het factory team zat? Of, Bij HSF zeg maar, hadden we wel onze eigen trainers. Toen hadden we volgens mij August Just als motortrainer. En dat werkte op zich ook wel goed, alleen met blessures met mijn schouder heb ik daar niet veel gereden. En met Lieber moest ik wel eigenlijk qua trainers alles zelf regelen. En, nu samen met Mark, dat werkt goed. Perfect. Hey, we zagen een deel van het HSF-team toenertijd overgaan naar Honda. Was dat voor jou geen optie? Nee, dat was voor mij geen optie, omdat ik op dat moment nog een 2-3 jaar contract had met Husqvarna of KTM. Dus 2 jaar. Dus dat was niet mogelijk om naar Honda te gaan. Ja, duidelijk. Je moest op een duur van het factory-team naar het HSF-team. Dat was natuurlijk omdat ze jou wel binnen KTM een zitje moesten geven, als het ware. Ja. Was dat mentaal lastig? Heeft je dat parten gespeeld in het hele verhaal?
Ja, natuurlijk. Kijk, in 2015 was mijn eerste jaar MX2. En toen kijk ik van EK naar EK MX2 naar WK MX2. En ja, het ging dat jaar eigenlijk heel goed. Ik reed al een paar keer top 5 en top 3 in de MX2. Dus snelheid en het rijden was eigenlijk gewoon heel erg goed. En toen in 2016 brak de eerste Grand Prix sleutelbeen. En vanaf toen ja, was dat gewoon een zwaar jaar. Toen een maand later brak ik mijn andere sleutelbeen. Toen nog twee keer een pezelsteking in mijn pols. Waardoor ja, KTM eigenlijk dan bij HSF neer had gezet. Dus dat was natuurlijk zwaar, omdat ik voor mij dat seizoen best goed reed. Alleen ja, door alle blessures en pech niet de gewenste resultaten heb behaald. Maar dus ja, dat was wel even zwaar dat ik toen bij HSF werd gezet. Ja. Hey Mark, je hebt ook natuurlijk veel ervaring als rijder. Is de sport zo hard, zeg maar? Ja, ik wil erop inhaken wat hij natuurlijk nu vertelt, want ik zie mijzelf daar ook heel erg in. Kijk, het probleem is, ik heb net als Dave in de jeugd alles gewonnen. Ja, natuurlijk heb ik wel jaartjes, want ik moest overschakelen. Toen ik 11 was, reed ik 80 hoge wielen. Ja, toen reed ik met jongens van 15, 16. Ja, dat ging natuurlijk niet goed. Die waren links en rechts al, je kent het wel. En ik had nog de basisschool. Ja. Dus ja, toen niet natuurlijk, maar nou ja, dus je hebt een bepaalde status ook in Nederland. Hè? Mensen zetten je op een voetstuk, hem ook natuurlijk, hè? Want je bent een talent en dat gaat gebeuren. En ja, je hebt fabrieksteam en dan gaat dat niet goed. En dan word je zo aan de kant geschoven, want dan gaat het bij, ik heb het ook met Honda gehad. Ik won toen Grand Prix. Toen heb ik die mega blessure gehad in 2009, doordat die de versnellingsbak was stuk. En toen kreeg ik ook geen contract meer. En vanaf toen is mijn carrière eigenlijk gewoon over. Na 2009 is nooit niks meer geweest. En dus ik begrijp hem wel. En daarom ook natuurlijk heb ik in de winter natuurlijk veel met hem. In Red Sand is zo belangrijk dat jij die winter doorkomt. Goed, daar gaat het om. Die winter moet je doorkomen, dan komt het goed. Of komt goed, dan heb jij een basis gelegd. En hij heeft natuurlijk zoveel blessures gehad. Dus dat heb ik ook gehad. Je bent elke keer uit de roulatie en de rest blijft maar rijden. Ja, dus kom maar achter en maar achter. Hé, Dave, jongen, wat ben je aan het doen? Wat is er aan de hand? Ja, is kut. Ja, is helemaal kloten. Ja, dus ik snap wel wat hij bedoelt. En daarom, ik heb ook wel veel met Dave moeten praten in Spanje en zo. Hè, want ja, fabrieksmotor en dit en dat. Maar het gaat goed dus. Ik ben heel tevreden. Duidelijk, dus jouw ervaring heeft al. Nou ja, ook, maar ik voel wat hij voelt. Ik snap dat wel. Ja. Ik snap dat wel. Want je ziet natuurlijk bijvoorbeeld een Vial op, dan trekken ze een fabrieksding uit de bus. Ja. Ja, waarom ik niet, weet je wel. Maar ja, zo gaat dat, jongen. Want ze gaan gewoon naar de volgende. Ze hebben gewoon scheid aan, als het ware. Want wat dat betreft gewoon keihard. Ja, dat is gewoon zo. Ik ook. Ik reed gewoon niks ten nadele van bus voor. Maar ik heb toen 6, 7, 8 jaar in fabrieksteams gezeten. En jongen, ik had toen de manager, die zei ook, hey Mark, doe je, want je bent niet meer zo belangrijk daar. Ja, daar krijg je mentaal echt klappen van. Ja. Ik denk wel dat we er iets bij voor kunnen stellen, maar niemand kan het zo goed ervaren als de mensen die daar middenin zitten. Ja. Zijn er dingen die je anders zou doen? Ik kreeg een vraag binnen. Zijn er dingen die je anders zou doen als je het opnieuw mocht doen? Nee, ik zou niet echt iets anders doen. Maar dat kan ook niet. Nee, dat kan ook vader niet. En moeder en die hebben alles voor jou bepaald. Die hebben natuurlijk heel erg best gedaan. Ik krijg het contract van Red Bull KTM. Dat is natuurlijk voor mezelf en voor je ouders een droom als kleins af aan. En natuurlijk teken ik daarvoor en luister je naar de mensen in het team. En ik zou niks anders hebben gedaan. Het is zoals dat is. Ja. En, het had ook goed kunnen gaan, hè? Ja, daarom. Het pakt of heel goed uit of heel slecht. En bij mij is het niet goed uitgepakt. Maar we zijn weer op de weg terug en ik voel me steeds beter. Dus, ja, nou duidelijk. Voel je je beter binnen dit kleinere team, zeg maar? Want vorig jaar was eigenlijk ook maar bestond uit een paar man. Ja. Maar nu, wat is het grootste verschil? Ja, kijk. Net als vorig jaar had dit team ook maar één MX2 WK-rijder, dat ben ik dan. En net wat ik zeg, nu qua trainers, ik heb alles op de rit staan. Fysieke trainer, motortrainer, qua dokters, weet je wel, alles staat op de rit. En ik hoef me eigenlijk nergens geen zorgen meer om te maken. Alleen mijn ding doen wat ik moet doen en dat is hard trainen en mijn best doen. En dat is eigenlijk het grootste verschil. En het team, de motors zijn goed. En,
Die werken ook heel erg hard. Dus dat werkt allemaal heel goed samen. Ja. Is het zo dat je ongelimiteerd zeg maar materiaal krijgt? Van bijvoorbeeld een Squarna in dit geval? Ja, kijk, het team krijgt wat ze krijgen van Husky en ze zullen wel meer onderdelen krijgen, ook omdat ze mij natuurlijk in het team hebben, omdat ik een factory contract heb. Maar ze hebben zat materiaal. Oké, dus bijvoorbeeld testen, zoals we hebben gehoord vorige week, Brian Bogers hier. Hij zegt, nou, we starten is super belangrijk. Dat heb ik gezien ook bij Rowan, dat zijn vruchten afwerpt. Maar ja, dan moet je wel ook die koppelingssetjes voorhanden hebben. Dat is voor jou geen probleem? Nee, zeker niet. Onbeperkt. Hey, hoe oud ben je nu en hoe lang kun je nog blijven in MX2? Ik ben nu 21 en ik mag na dit seizoen nog 2 jaar rijden in MX2. Oké. Dus wat is de kans dat wij jou op een groene machine zien volgend jaar? Dat weet ik niet. Kijk gewoon welke aanbiedingen ik krijg en hetgene waar ik me het beste bij voel en wat het beste is, daar ga ik naartoe. Ja. Dus nog afwachten wat dat wordt. Oké. Mark, ja. Is dat een optie voor jou? Davy Pootjes? Ja, waarom niet? Ik ga gewoon... Het maakt mij niet uit wie dat bij mij... Als ze hun best doen, dan vind ik alles goed. Maar als ze dat niet doen, dan vind ik het niet zo leuk. Dus snap je? Ja, ik kan daar weinig over zeggen, maar... Ze moeten voor mij gewoon hun best doen. Ja, nou duidelijk verhaal. Hebben jullie kijkersvragen voor Davy of Mark? Dien ze in. Wij zitten klaar hier. Ik krijg meteen nog een vraagje van Jordi van Boksel binnen. Een beetje toekomstgerelateerd. Davy, wanneer verwacht je in de MXGP-klasse te gaan rijden? Of heb jij zoiets van, ik wil alles uit die MX2-klasse halen? Nou, zeg maar, toen ik in de MX2 kwam, toen was natuurlijk altijd mijn doel om MX2 wereldkampioen te worden. En ik heb altijd gezegd, als ik MX2 wereldkampioen word, dan wil ik meteen over naar de MX1. Dat heb ik altijd gezegd, alleen nu ziet het er wel naar uit dat ik gewoon mijn volledige MX2 carrière, zeg maar, tot mijn 23e in de MX2 blijf en dan moet naar de MXGP. Ja, nou goed, dan wachten we dat af. We gaan even door met de andere afbeelding van afgelopen weekend. Is dat wel top 10 afgelopen weekend, hè, Davy, volgens mij? Ja, 2-10, eerste man is gevallen met start. 16. Dat was een moeilijke wedstrijd. Ja. We zagen ook een afbeelding van een andere jongen waar dat je normaal mee traint, Ron van de Moosdijk. Die reed je eigenlijk voor de gelegenheid mee. Doe ik een beetje af van het verhaal wat je eerder vertelde, hè? Dat je puur op de MX2 ging richten met Rowan. Dat zou ik wel even toelichten. Ja, we hebben een afbeelding, want jullie waren wel heel blij. Ja. Een fotootje gedeeld door Kemco, gemaakt door Bavo. Nou ja, dit zijn wel mooie momenten, zeker. Ja, super. Zeker om dadelijk, ik denk dit weekend in, wat is het, Frankrijk, weer een EK te gaan rijden natuurlijk. Ja, het is zo, kijk, Rowan is de king van de tijdtraining. Dat hebben we ook in Axel gezien, daar rijdt hij 18 harder als Geert, die is tweede. En die rijdt niet langzaam in Axel. En zoals je hebt gezien in Trentino en in de eerste in Metterly, de vrije training snelste, kwalificatietraining snelste. Maar in de wedstrijd heeft hij niet bewogen. Een plankie. Ja. Kijk, en dan rijdt hij nog die resultaten in. Trentino heeft hij wel heel goed teruggereden, hoor. Daar niet van. Maar toen zijn we toch gaan nadenken. Want kijk, er is nog niks verloren, hoor. Want er zijn nog zat EK-wedstrijden. Maar er moet wel wat. De boeg moest omgegooid worden. Daarom heb ik hem in Lelystad laten rijden. Dat heeft hij ook 2 keer gewonnen. Ja. Weet je? Dus dat is echt een andere feeling. Heren, want hij gaat natuurlijk naar Heren toe. En dan moet hij gewoon winnen. Dat moet. Dat kan niet anders, snap je wel. En in Axel zag je al dat het een heel stuk beter ging. Had hij de eerste match natuurlijk een beetje pech. De tweede match won die. Nou, en hij pakt in Agueda, had hij dan een whole shot te woord. Hij reed natuurlijk wel zo hard de bocht in dat hij heel de bocht miste. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Dus het lijkt mij dat we nu op de goede... Dat slim is geweest om de boeg om te gooien. Ja. En zijn vrucht heeft afgeworpen, dat lijkt denk ik, weet ik wel zeker trouwens. Ja. En zijn naam komt ook bij het lijstje, hè? Want de top 3 van whole shot mannen die worden het hele seizoen getoond. En ik zie daar eigenlijk geen andere naam bij komen als die jongens Prado en Vialle zo blijven starten natuurlijk. Hè? Is dat voor jou verklaarbaar dat hun zo goed starten, want jij staat met hun aan het hek? Ja, ik denk ze zijn allebei redelijk licht, ze zijn niet heel groot.
En natuurlijk de motors zijn niet slecht. Ja, dus combi. Ik denk dat bij KTM is natuurlijk dat starten gewoon onder controle. En ik heb heel vaak heel veel naast aan kijken natuurlijk. En die schieten zo van het hek af, jongen. Maar we komen dichterbij. Dus we zitten steeds dichterbij. En Prado die wint ook niet meer zo ver. Dus we moeten even kop bij elkaar houden. En ja, Roman is op zich niet de lichtste van de klasse. Nee, hè? Die is wel wat zwaarder. Echt wel, eigenlijk voor de toekomst zeker wel een MXGP jongen. Ja, een knoest. Ja. Nou goed. Ook gezien, afgelopen weekend in Agueda was het. Ecomax team. Misschien een beetje bekend bij jullie. Deden het niet slecht. Ik heb daar een klein clipje van. Laten we even gaan kijken. Ze waren dit weekend 1 en 2. Mike Kress hier, nummer 55, op de Ecomax Fuel KTM, Jury van Ende. De babyface Dutchman. But it's Kress who leads his young teammate, Jury van Ende, nummer 92, is third. Having a good ride, actually, is the nummer 92. Ik vond het een mooi Nederlands succes wat zeker even vermeld mag worden. Davy, denk je ooit terug in die tweetaktijd? Is dat iets waar jij van kan genieten? Ja, kijk, ik heb natuurlijk in 2014 tot 125 eigenlijk mijn beste jaren gehad natuurlijk. Toen won ik eigenlijk alles, elke EK. Alleen aan het eind van het jaar schouder uit te komen. Dus vanaf daar is eigenlijk begonnen qua blessures en zo. Ja. Maar natuurlijk, ik denk dat je het meeste leert op de tweetakt. Als je daar goed mee overweg kan, dat je dan de overschap kan maken naar de MX2. Ja, nou, ik vond het in ieder geval een mooi succes. Ik hoorde net achter het scherm ook, die jongen zit er altijd, hè, van het einde hebben we het dan over, goed bij met de start. Is dat een tactiek of denk je dat die ook die tweetakt, 2,5, dat die een beetje meehelpt in die eerste meters? Ja, ik denk dat al die modes daar aan het hek redelijk hetzelfde zijn. Alleen ik denk dat hij gewoon heel goed kan starten. Ja, nou mooi om te zien. Ik hoop dat ze die lijn doortrekken. Afgelopen weekend ook het duel met Geyser gezien in de MXGP met Cairoli. Hij viel er vanaf, hè, Cairoli, een van de laatste rondes. En toen kon Geyser natuurlijk wel heel makkelijk voorbij. We hebben ook een klein fotootje van. Want het was best wel close, hè, op momenten. Hebben jullie daarnaast aan kijken nog? Toevallig? Ik heb helemaal niks gezien van de MXGP. Sorry. Ik zeg het ook niet. Ik heb alleen van Tony een GoPro filmpje gezien dat hij hem doodremde een keer. Maar verder heb ik niks gezien. Oké. Nou, het was in ieder geval... ik vond het spannend om te zien. Dus ik vond het zeker de vermelding waard. Ondanks dat Herlings er niet is, dat het dus... dat Cairoli niet cadeau krijgt. Dat vind ik vooral mooi om te zien. Wat mij betreft gaat de strijd voor de crashes. Ik zie liever een mooie strijd dan een crash, wil ik daarmee zeggen. Ja. Heb je iets gehoord van Herlings toevallig, hoe het er een beetje mee staat? Of, nou, ik heb daar niks van gehoord, maar ik zie er ook niks van, want ik heb natuurlijk geen Instagram en zo meer. Oh nee? Nee, ik ben weg. Oh. Dus, maar het lijkt mij slim als hij een Reno of zo rijdt. Hè? Want kijk, die blessure die je hebt gehad, die is gewoon echt wel even serieus geweest. Mm-hmm. En dat lijkt mij... Ja, ik wil niet de adviseur uithangen, maar het lijkt mij dat het beste is om Renen te rijden. Om te kijken of die voet niet dik wordt en hoe die houdt. Want als je alleen rijdt, want ik heb natuurlijk ook zoveel blessures gehad, dan zet jij je voet neer hoe het zelf moet en kan. Ja. Maar kijk, met zo'n Renen, een Dutch Master, dan moet je wel eens even uitwijken. En dan misschien even een goed moment om te kijken of die niet dik wordt. En, hè? Duidelijk. Ik krijg een persoonlijke vraag. Oh. Van Jort van Vlisteren. Hij zegt, Mark, waarom ben je niet meer te vinden op social media? Je wordt gemist. Ja, dat weet ik. Nou, ten eerste, ik ben er heel verslaafd aan. Te verslaafd, want ik zit gewoon wakker worden kijken, naar beneden lopen kijken, ontbijt kijken, sportschool kijken. En als ik wat opzet, dan is het helemaal gekkigheid. Maar ik doe wel een beetje Snapchatten. Snapchat, maar ik heb een eigen groepje en dan doe ik wel een beetje gek nog. Maar ik moet ook een beetje, ik heb een soort voorbeeldfunctie, zeggen we maar. Ja. Een beetje normaal doen is beter voor mij. En ik kan niet normaal doen, als ik dat zo denk, dus ik doe het maar gewoon niet meer. Ja, je bent wel heel eerlijk, hè? Dat kennen we van jou, dus goed dat je het gewoon even toelicht.
Het is zeker ook wel iets wat denk ik ook ouders wel serieus mogen nemen bij ook bij jeugd. Hè? Van de jongens met die social media enzovoort. Het kan snel ook verslavend werken, zo simpel is het. Dus, ja, en ik ben er gewoon heel verslaafd aan. Dan zeg je, als ik iets opzet, helemaal. Kijken wie liked en dit en dat. Ja, ja, ja. Weg. Ja. Ik kreeg een keer een berichtje, schermtijd 6 uur op een dag. Dan denk ik, oh, dan gaat iets niet goed. Hey, ik krijg een vraagje van Albert Nolte. Die vraagt, denk je nog ooit aan wegrace, Dave? Hij ziet je toch nog ooit op iets anders rijden dan een crosser. Ja, ja, dat is natuurlijk, even denken, 2012, toen kon ik gaan wegracen. Alleen, toen had ik net mijn KTM-contract getekend, dus toen zijn we toch maar blijven crossen. Alleen, ik was natuurlijk toen die tijd al weggelegd voor racen en ons pap hield ervan. En ik vind nog steeds de wegrace mooier als de cross, maar we blijven mooi crossen. Ja. Ja, dat is toch, als je dat kan, dan duidelijk verhaal. Nou ja, Herlings dus een reden misschien. Laten we dat even afwachten. Deel vooral ook de show. Dan kun je een shirt winnen van Davy Pootjes. Zet je status dan wel op openbaar. Dus openbaar delen. Dan doe je mee om de prijzen. En ik zeg al, een shirt van Davy. Waar dat hij een van de laatste wedstrijden mee heeft gereden, inclusief handtekening enzovoort enzovoort. Dat komt dan jouw kant mogelijk op. Hey, volgende is een strijd voor motocross. Ik ben nogal op pad geweest. Ik heb een afbeeldingje ervan en ook een ticker noemen ze het. Waarin dat eigenlijk duidelijk wordt welke locaties ik allemaal ben geweest. Het zijn er nu al 45. Dus die mogen in beeld komen. 45 clubs geïnformeerd over het initiatief. En ik moet zeggen dat ik altijd tot nu toe heel goed wordt ontvangen. Er zijn positieve geluiden. Eigenlijk heel veel mensen vragen van kunnen wij morgen al met jouw initiatief aan de slag gaan als club. Dus dat stemt mij heel erg positief. Gisteren ook weer geweest in Alphen bijvoorbeeld. Dan zat iemand aan tafel die was heel sceptisch. En uiteindelijk ging die als een van mijn grootste fans de deur uit. En niet zozeer van mezelf, maar natuurlijk van het initiatief. Wat echt ervoor moet gaan zorgen dat wij bepaalde problemen die toch wel heersen in onze sport een halt toe gaan roepen en zorgen dat het leuker wordt en dat we het kunnen blijven doen. Om er even op in te haken, een van de dingetjes die toch wel blijven bespreken uiteraard, is een fotootje afgelopen weekend van Eersel. Afbeelding 8. Ja, waar moet je beginnen in zo'n foto? Het is 50 cc-klasse. Natuurlijk rijden die allemaal KTM, want ja, dat is de motor als het ware. En we mogen die afbeelding nog heel even in beeld. Want op een duur zie je gewoon dat er dus een ouder op de kop ligt en iets verderop ligt een motortje. Nou ja, dat coureurtje heeft een vader of helper die daar over wil steken aangereden en die wil oversteken. En die heeft op dat moment een plaat voor zijn kop en die denkt alleen dat kind. Dat moet ik oprapen en die kijkt niet op wat er aankomt. Je ziet ook nog een schoen vliegen als je goed kijkt. Ja, het is een hele bizarre foto. En eigenlijk gewoon, denk ik persoonlijk van zijn kinderen. Wat is dit? Mark, jij hebt ik snap het sowieso wel. Ik heb toch een keer met jou gewoon, waar waren we in Nederweert? Ja. Toen heb ik echt, want ik ken natuurlijk van de jeugd toen ik crosste. Nou, ik kom naar Nederweert toe, want daar er reden een paar jongens daar ging naar kijken, ja. Ook die bij mijn trainingsweek geweest waren. En toen hing ik daar op dat hek en ik wist niet wat ik zag gewoon. Ik wist echt niet wat ik zag. Ik ken ook helemaal niet dat die ouders met hesjes rondrennen en dat ken ik helemaal niet. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Ik heb dit fotootje, ja, ik heb natuurlijk geen social media meer, maar ja, dus ik kreeg dat fotootje ook door. Nou ja, ik sta erbij, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen, jongen. Nee. Het is helemaal gekkerheid, jongen. Ja, we kunnen dan heel veel woorden aan vuil maken, maar dat denk ik dat het niet gaat helpen. Was dat bij jou? Je hebt natuurlijk nog iets recenter jeugd gereden. Was dat toen ook gekkigheid of ging het toen nog wel? Nou, weet je, toen die tijd was natuurlijk ook gekkerheid en iedereen wou ook het beste en weet ik dan wel, maar dat was niet. Het was niet zo gek als op die foto. Dat zie je niet vaak. Nee. Nou, het lijkt wel gewoon alsof dat het plezier een maar beetje. Maar ik snap het gewoon niet goed, Jean-Paul. Die kinderen gaan van start af. Ja. Ja, maar wat is nou het doel? We gaan toch gewoon lekker even crossen met die kinderen. Die moeten gewoon gezellig crossen. Ja. Ik snap het helemaal niet zo. Nee. Die valt hij.
Ja, okay. Dan ligt 10.000 euro op de finish of zo, denk ik. Dan pak je dat kindje even op en dan gaat hij weer verder rijden. Nou ja, dan word je drie in plaats van twee, weet ik het. Kappen. Nee, daarom. En dan maakt het kind echt niet uit, hoor. Er zit een bepaalde druk achter. Vooral vanuit de ouders. Ja. Waarom? Ja, dat snap ik ook niet. Waarom mag je niet rustig leren? Hè? Waarom mag je niet pas bijvoorbeeld beginnen met zo'n wedstrijd als je zelf het motortje kunt optillen als kind en hem kunt starten? Mm-hmm. En nu is het zo dat daar massa's mensen het circuit op gaan om te helpen. Nou, daar met alle risico's van dien. Er worden geweldige initiatieven geopperd voor de jeugd aan het crossen te krijgen. Mm-hmm. De KNV doet zijn best om zo'n wedstrijd te begeleiden. En daar is het ook sneu voor, hè? Ja, voor de mensen die 100%. Zich daarvoor inzetten. 100%. Dat 100%. Is echt sneu. Ja. 100%. Nou ja, mocht jij hier iets van vinden, hè, van het hele verhaal wat je net ziet op die foto, laat het ons weten in de comments. Als wij daar nog scherpe opmerkingen, die we al heel veel hebben gehad hoor, maar nog op vinden, dan komen die door, gaan we die zeker nog even behandelen. Ik denk dat het gewoon fout gaat met het respect voor de organisatie, voor het als het ware. Het is allemaal maar heel belangrijk dat ze goed finishen en eigenlijk of ze nou progressie boeken, sportief rijden, of daar een bepaalde rust heerst, dat lijkt allemaal niet belangrijk. Dus dit is een heel apart verhaal en wat ik heb begrepen, en daarom was het eigenlijk heel mooi geweest als Frank Rottier vanavond hier aan tafel had gezeten, dat er ook weer twee officials of in ieder geval vrijwilligers van de KNV hebben gezegd, ja, ik twijfel wel heel erg of ik nog wel dit wil blijven doen. En zo heb je heel veel partijen die eigenlijk op het punt staan om de vingers ervan af te trekken, omdat dit gewoon te ver gaat. Het zou heel jammer zijn. We staan er denk ik vaak niet genoeg bij stil hoe hard wij die vrijwilligers nodig hebben. Daar gaat ook een beetje mijn volgende poll over, dus daar komen we dan zo op. Maar goed, afgelopen weekend ook nog een tafereel, ook weer zoiets. We doen volgende week Boxing Inside, denk ik. Ja. Ik denk dat het ook al aanslaat. We hebben een klein filmpje. Ik zie links. Oh ja. Ja, we zien van alles gebeuren. Nou, we noemen geen namen, maar dit is gewoon iets wat we niet voor de eerste keer zien, toch? Ik bedoel, het komt ooit voor dat twee rijders elkaar na een incident opzoeken. Davy, incident op een circuit, dat komt voor. Is dat bij jou ooit een probleem of kunnen jullie er ooit wel eens om lachen achteraf? Ja, tuurlijk. Kijk, zoiets kan gebeuren. Er zijn natuurlijk wel op verschillende manieren dat er zoiets gebeurt. Kijk, in een bocht of zo en je komt in aanraking en de een valt of je valt samen, dat kan gebeuren. Dat is gewoon ineens van de strijd. Alleen sommige rijders bijvoorbeeld op een rechtstuk die omkijken en die gaan dan denk ik naar links of op een bult die springen van links naar rechts. Kijk, zulke dingen daar, daar kan niet. Maar in de heets van de strijd kun je wel in een bocht of met elkaar in aanraking komen en dan. Ik had ook met Dankers en Axel, dan na de Mainz-Zwarte Kroon even op hem en zei ik gewoon ja sorry, het kwam zo uit en het was niet de bedoeling, want we vielen samen. En dan lachen we eigenlijk om de weken na, want we hadden allebei ons bovenbeen was blauw en we sturen elkaar een fotootje en we lachen erom en het is goed. Ja. Dus voor mij hoeft er helemaal geen ruzie of wat dan ook te zijn. Het hoort bij de sport en kan gebeuren. Ja. Denk jij dat als jij een probleem hebt met een rijder en je merkt dat het toch een beetje, als het ware, niet wordt uitgepraat of niet om wordt gelachen, heb je dan ooit het idee gehad om dat preventief te melden bij de bond? Dat het een beetje blijft naborrelen in plaats van wordt uitgepraat, zodat daar de bond eventueel in kan bemiddelen? En zegt van, we roepen die jongens een keer bij elkaar en we zorgen dat het niet te ver gaat. Zie je daar wat in? Ja, daar heb ik zelf persoonlijk nooit over nagedacht, maar misschien dat daar een oplossing is. Ja, ik hoor in ieder geval dat dit, wat nu als een bommetje barst, zeg maar, al eerder speelde. En dan verwacht ik eigenlijk dat iemand zo slim is om zeg maar, ergens
een bemiddeling op te zoeken, zeg maar. Of in ieder geval dat de rijders in kwestie bij elkaar worden geroepen om ja, verdere escalatie te voorkomen. Is dat, niet, is dat gek dat ik zo denk, Mark? Nee. Dat is niet. Ja, ik heb het eigenlijk nooit meegemaakt, jongen. Jou durven ze niets te doen. Nee, maar kijk, weet je wat het probleem is? Je zit natuurlijk met z'n allen, je rijdt tussen het lint. Ik zeg maar, ja, tussen het lint, dus je hebt een bepaalde ruimte op de baan. En ja, er komt wel eens een pronk of aanraak of iemand blijft op die knip aan zijn gas hangen. Ja, dat gebeurt gewoon. Ja. En ja, dan wordt dat uitgepraat, maar kijk, je weet precies wanneer het moedwillig afsnijden wordt en het gevaarlijk is. Mm-hmm. Ja, daar ben ik ook niet zo'n fan van. Nee. Afgelopen weekend nog iets meegemaakt, Davy? Ja, ik kwam met Bas Vaas in aanraking. Oh. En, hij kwam daarbij ten val. Dus ik heb hem na de man gesproken en ook gewoon sorry gezegd. Ja. Kijk, dat kwam ook toevallig zo uit. Hij maakte een foutje en daardoor kwam ik met hem in aanraking. Dus ja, dat kan gebeuren. Ja, het was ook een glad circuit, hè? Misschien dat ook wel. Voor de MX2 vond ik persoonlijk dat ze te veel sproeiden. Want kijk, voor de MX1 was de baan super, maar voor de MX2 was gewoon zeiksnat. Gewoon toch echt modderig bij onze eerste rondes. Ja. Ja. Dus ik vind dat niet nodig. Ze hoeven eigenlijk alleen de baan een beetje bij te sproeien dat stof weg is. Alleen ze hoeven er geen modderpoel van te maken dat je helemaal onder zit en je bril alles op is, alle flippers weg zijn. Ja, dat hoeft niet meer mee. Nee. Nou ja, dat soort dingetjes, als het glad is, dan is een foutje sneller gemaakt. Ja. Nou, als het achteraf gezien uitgepraat kan worden, is dat een heel positief iets. En mocht je nou zelf als fan of als toeschouwer, helper, het maakt niet uit hoe je betrokken bent, iets zien gebeuren en denk van nou, als dit zo door blijft gaan, dan escaleert dat. Meld het gewoon bij de bond en zoek in ieder geval die bemiddeling op. Dat is een beetje mijn tip. Nou, nog een puntje. Afgelopen weekend ook gezien op een circuit in Nederland. Een afbeelding van wat danden. Die steken dan in die kombocht zeg maar, uit de baan. Mark, je komt de eerste ronde door. Ik weet niet of je een sighting lab hebt gehad dan. Dat weet ik even niet. Kan wel. Ja, die heb een sighting lab gehad. Ja? Is dat iets wat je even zou melden? Dit niet zo, maar ik zal het maar even bij naam noemen. Ik ben een paar jaar geleden in Marum geweest. Ja. Daar heb ik de baan daar rondgelopen. Ja, daar heb ik dingen gezien, dat snap ik niet. Als zeg maar iemand van de KNV, dat is nu opgelost hoor, dat heb ik gehoord. Maar als je dan... er zijn mensen die baan keuren. Ik heb het niet alleen toevallig, maar dat zie je. Ik snap niet dat dat goedgekeurd wordt. En dat is hetzelfde als met de Grand Prix doen ze het ook. Op die rechte stukken. Dan leggen ze langs de kant allemaal van die halve bultjes zand. Waarom? Wat heb je eraan? Mega crashes krijg je ervan. Mm-hmm. Dat is echt levensgevaarlijk is dat. Ik snap niet wat daar de bedoeling van is eigenlijk. Ja. Jij weet wat ik bedoel hè? Ja. Hoe zie jij dat maar? Ja, ik snap het ook niet. Kijk, als je een foutje maakt en je rijdt op zijn blok zand, ja, dan klap je gewoon af. Dus het maakt eigenlijk meer gevaarlijk dan dat beter is. Ja. Dus, ik snap niet wat daar de bedoeling van is. Want ik zie het ook in Valkenswaard, heb je het ook gedaan, maar Portugal ook, hè? Ja, overal van die halve blokjes, van die blokken zand maken ze dan langs de baan. Ja, waar, ja. Ja jongen, als je dat raakt, jongen, dan weet je niet waar je uitkomt. Nee. Zijn wel aandachtspunten. Kun je daarover praten met, ik weet dat een rol... Ja, Rui Gonçalves, die is dan de baanmanager voor de Grand Prix. Dan denk ik, waarom nou zo nat? Ja. Jij weet toch ook als cross, als je neerkomt naar een tafel, dat je dat niet zeiknat maakt? Ja, nou ja. Ik sprak dingen laatst, die collega van hem, Freddy Verhefstraat. Ja. En hij zegt van, nou wij moeten weer daar met de lokale mensen, moeten wij werken. Hè, dus ooit gaat dat super, maar ooit zijn die heel fanatiek of laatst en kunnen ook weer, net zo goed als die mensen afgelopen weekend in Eersel, niet overal tegelijk zijn op het circuit om alles maar in de hand te houden. Dus blijft wel een heel lastig verhaal natuurlijk. Ja. Maar ja, als jullie in ieder geval gehoord worden en dat er iets aan wordt gedaan, dan lijkt me dat, als er al niet te praten valt, dan lijkt me dat een lastig verhaal. Ja. Hey, ik krijg hier een opmerking van Frank Rodier. Hij zit dus duidelijk te kijken. Banden bij de KNV niet meer toegestaan, zegt hij. GP-wedstrijden worden door Utstream aangelegd. Dus die banden, dat mag niet meer bij de KNV. En Utstream bepaalt
hoe de behandelbaarheid ligt bij de Grand Prix. Nou ja, dat wisten jullie misschien. Maar ik hoop dat ze dus de banden dan ook bij de circuits die we afgelopen weekend hebben weer bereden kunnen verwijderen. Lijkt mij veiliger. Hey, de poll van deze week, die vond jij wel goed, hè? Ja, die vond ik super. Beetje donker. Ik heb ooit moeite met de juiste vraagstelling. Heel veel moeite. Mensen hebben daar dan ook moeite mee. En die maken dan een eigen verhaal van. Maar we hebben een poll en ik wil hem even in beeld brengen. Zou een verplichte rijdersbriefing vooraf aan elke wedstrijd meer duidelijkheid, respect en sportiviteit opwekken bij rijders en ouders van jeugdrijders? Doe mee met de poll, maak kans op mooie prijzen en laat vooral ook jouw mening achter in de reacties. En dat is al flink gedaan. Ik zag straks al volgens mij plus 40 plus reacties en meer dan volgens mij tegen de 600 mensen die hadden gereageerd op de poll. Hoe kijk jij daar tegenaan, Mark? Nou ja, wat brandlos. Bij de MXGP-wedstrijden zijn er dus ook rijdersbriefingen. Ja, daar is geen man. Oh. Dus 's morgens bij het hek laten vallen staat 3-4 man. Ja, daar is nooit niemand. En ook als je zeg maar naar wedstrijden in Argentinië of zo gaat, of in China straks, en je kent het wel, ja, daar zijn nou eenmaal wat langzamere rijders. En die moeten toch wel eens eigenlijk even gebriefd worden wat een blauwe vlag is. En dan ga ik ook weer naar Nederland toe. Ik heb natuurlijk vroeger heel veel, ja, toen had je 8 Nederlands kampioenschap op 7. Nou, dan kon je natuurlijk met behulp van de nationale wedstrijden kan je eigenlijk kwalificeren. Nou, die eerste nationale wedstrijd deden wij allemaal als training, dus het was druk. Nou, toen kregen wij onze wedstrijd, dus wij gingen wedstrijden rijden. Dan krijg je die jongens die gaan nationale wedstrijden rijden, die rijden lekker in de top 10. En die mogen dan een Dutch Master, zoals nu meerijden. Dat is heel leuk en hè, dat is natuurlijk, anders krijgen ze het startveld moet ook vol. Maakt niet uit, maar dan blauwe vlag, nou, dan krijg je natuurlijk. Ja, maar als je zo hard rijdt, dan rij maar gewoon voorbij. Maar dat is poepraat, want een blauwe vlag betekent gewoon weg. Je wordt gelapt door de eerste of door snelle rijders. Je moet aan de kant. Aan de kant, je zou meer gas moeten geven. En dan vreet ik mij helemaal over op. En nu nog, en bij de MXGP is het ook, jongen. Ze gaan niet aan de kant. Daar zouden ze eigenlijk penalties voor moeten gaan geven. Ja. Blauwe vlag is gewoon weg. Of want je bent te langzaam, klaar. Ja, daar had je maar meer gas moeten geven. Dus dat is iets wat eigenlijk gewoon onder de aandacht moet blijven gebracht worden door aan de rijders middels een rijdersbriefing. Nogal. En heb je dat ervaren? Scheelt het jou ooit een plek als je door een blauwe vlag net niet fatsoenlijk voorbij kan? Natuurlijk gebeurt er wel eens. Ik had trouwens toevallig in Axel tweede match toen laatste ronde zat ik de laatste 10 minuten met Ben Watson in de strijd. En de laatste ronde in één bocht had ik 5 achterblijvers voor me. En kijk, die zitten in de strijd voor een eigen plek. Maar ja, die krijgen ook de blauwe vlag. Maar ja, die blijven natuurlijk gewoon doorgassen. En toen ben ik uiteindelijk 4e geworden met nog 3 bochten gaan. Vanwege die rijders. Maar ja. Ik ken het ook gevaarlijke situaties ervan, hè? Ja, want wij komen er ook tussendoor gevlamd, zeg maar. Mm-hmm. En dat is ook met Henry. Dus de 2 eerste maïs. Dus ja, ik dacht gewoon dat hij 2 ging worden. Nou, dan wordt hij 3/4 ronde opgehouden door zo'n iemand die in Zwitserland nog geen clubcross kan winnen. Ja, nou, dan kan hij een paar trippels niet springen, dus Olsen die komt er voorbij. Nou, wat krijg je? Gekkigheid, hup, houdt in. Ja, ja, ja. En ik zeg niet dat, dus ik durf hardop te zeggen, als die jongen, als die gauw aan de kant, want ik ben zelf ook rijden geweest, ik heb me daar kapot aan geïrriteerd, weet je wel. Mm-hmm. Ik durf te zeggen, als die jongen gewoon aan de kant zou gegaan zijn, dus niet 3/4 ronde ervoor, dus hij mist daar 5-6 seconden, wordt Henry gewoon 2. En door dit niet. Dat weet ik zeker. Ja. Ik heb het zelf ook gehad. Maar dat is vooral natuurlijk niet het moment waar hij misschien wel heel veel tijd in verliest, maar omdat hij denkt van ik verlies tijd en hij gaat ook weer misschien over zijn limiet om het weer goed te maken. Tuurlijk, nee, maar ja, heel de wedstrijd rijdt hij 2. En dan zijn er nog 3 rondes te gaan of zo. En dan wordt hij daar opgehouden, echt opgehouden werd hij. Want ik ben natuurlijk even naar die truc geweest. Even vragen aan die jongen wat hij eigenlijk kon doen hier. Ja. Je kent me natuurlijk. Ja, ja. Maar, en dan ben je heel de wedstrijd 2 aan het rijden. Dan komt ons voorbij. Ja, dan krijg je dat soort gekkigheid. Ja. Nou ja, dat zijn dure punten dan. Ja, heel duur. Ik heb hier Frank Rotier, die zegt, ook weer, hij is er niet bij, maar hij doet gewoon mee. Ja. Frank Rotier zegt, briefing kan helpen, maar dan verplichting om aanwezig te zijn. Controleerbaar, vraagteken, daar heb ik ook wel een antwoordje op. En wat zijn de eventuele consequenties indien niet aanwezig? Nou ja, dat is een vraag. In Amerika doen ze dat.
Ja? Ja, in Amerika hebben ze dus riding meeting. Ben je verplicht te komen, ben je er niet, krijg je boete. Boete van geld? Ja. Oké. Okay. Ik ben toen in Amerika geweest. Ja. En dan moet je heen, want dan gaan ze ook even uit de Bijbel praten en zo. Ja, klopt. Ja. Dat, en nee, dan gaan ze random namen omroepen. Omroepen. Als je er niet bent, krijg je boete. Ja, dus eigenlijk een steekproef. Ja, steekproef. Ja, wou ik ook wel zeggen. In Duitsland doen ze het ook. Ik zag toevallig twee mensen, Martin de Haas en die moeder van Joey Bak, die reageerde volgens mij van, joh, ze doen dan een lijst. Jij kent ja, het wel. Ik weet van de 85 bij de ADAC doen ze dat. Ja, dat moet, dan moet je ook een feetje zetten of tenminste iets moet je krabbelen dat ik er ben. Maar dat is goed. Ja. Ja, dat is gewoon goed. Ja. En als je er niet bent, wat dan? Ja, dat weet ik niet wat er dan gebeurt. Maar je was er altijd. Ja, ja, ik was er altijd dus. Ik heb hier staan, Marnik Tuininga die geeft aan, blauwe vlag, wil je dan dat je gaat stilstaan voor een snelle rijder? Nee, je kan ze niet altijd zo snel mogelijk te langs laten. Nee, dat is onzin. Dat is onzin. We rijden op topniveau, hè? We rijden geen clubcross, hè? Ja. Snap je? Dus die jongens, die hebben zo'n controle over de motor, blauwe vlag, die hebben een oren, hebben een ogen, die weten precies wat ze moeten doen, jongen. Dat weet je. Ja. Dat weten wij gewoon. Ik heb ook eens een blauw vlagje gehad van Crowley. En dan ga ik in Parijs draaien. Want ik ga niet die jongen in de weg rijden. Dat heeft helemaal geen zin. Waarom wil je dat doen? Ja. Flik gewoon aan de kant, ga weg. Duidelijk. Ik denk ook even, want we hebben het nou over die blauw vlag. Denk je ook dat het meer sportiviteit en respect kan opwekken voor een organiserende partij? Of voor een, dus voor de mensen die het organiseren of voor de wedstrijdleider? Als je hem even ziet en hij doet even zijn woordje vooraf van zo'n wedstrijd. Niet dwingt, slecht, denk ik. Dwingt dat, ik denk dat zo'n wedstrijdleider. Ik denk, want je moet toch een beetje. Dat is ook die van MXGP, die. Hoe heet die? Ingo. Die heeft toch wel een soort van. Die is iets van hem over hem heen, weet je wel? Die is gewoon de baas. Ja. En dat moet gewoon. Ja. En als je iets fout doet, dan kun je gewoon komen. En dan, gebeurt dat niet meer. Ja. En dat moet gewoon. Dus jij zegt wel van het ligt ook een beetje aan het charisma zeg maar, van die man. Dat doet ook wel iets. Maar Frank is, je hebt dat wel over hem hoor. Frank? Ja. Oh, vind ik. Onze Frank. Ja, jullie Frank. Ja, ja, ja. Je hebt dat wel ook, over hem. Maar die man van MSGP ook dus. Ja, die ook ja. Ja. Nee, maar dat is wel belangrijk. Kijk, het is natuurlijk ook een. Ja, je moet nogal een rechte rug hebben. Hè? Ja. En, maar ja, het komt ook heel veel bij kijken. Ja. Ik heb hier. Ja, ik heb hier Vasco Westerhof en misschien hebben we daar nog een mening over. Eigenlijk is dit het probleem van Jutstream. Wanneer er op zaterdag 80 man kwalies, door 80 man als 80 man te proberen te kwalificeren op zaterdag, dan doen die langzamer niet meer mee. Ja, maar bij de Jutstream kun je gewoon betalen. Ja, dus krijg je ook dat er een lager niveau startte. Jij weet dat nog, je hebt nog in de tijd gereden dat je gewoon nog kon proberen te kwalificeren. Was dat toen ook? Ook gewoon lap hoor. Maar ook dezelfde problemen? Of kwam je dan niet later tegen? Ja, iets later, maar de Grand Prix waren ook langer, hè? De manches. Ik heb het al heel mijn leven gehad, jongen. Okay. Een magneet was ik ervoor. Ja, ze moesten jou ook altijd hebben. daar ben ik 3 jaar ouder geworden. En vooral ook dat ze zeggen van. Als je zo veel beter bent, rijden we dan voorbij, jongen. Jongen toch. Maar dat is het probleem. In Nederland hebben we gewoon niet genoeg rijders. En die jongens die dan, met alle respect, ik vind het leuk als ze zo'n wedstrijd moeten kunnen rijden. Want daar gaat het natuurlijk om. Ze moeten natuurlijk even zeggen dat ze Dutch Master rijden. Want dat is gewoon zo. Want als je ook kijkt bij een Zwarte Cross, dan rijden jongens mee. Dan denk ik, jongens. Jongen, doe dat nou niet. Mm-hmm. Wat heeft dat nou voor zin? Mm-hmm. Wat heeft het nou voor zin om 15 tot 20 seconden langzaam te rijden per ronde? Wat kom je nou doen? Ga lekker ergens rijden waar je vooraan rijdt. Dat is toch ook veel leuker voor jezelf? Ja, dat denk ik dan. Ja, ja. Als ik een 3 rondje gelap word, zie je mij nooit meer terug daar. Ga ik lekker DMX rijden, ga ik bekers pikken. Ja. Duidelijk. Hey, goed. Aankomend weekend, Grand Prix in Frankrijk, Saint-Jean-d'Angély. Ligt jou dat, Davy? Ja, zeker. Vind ik een mooie baan. Mooi hart. Mooi omhoog en omlaag. Vind ik super. Ja, hebben we ook geweest trainen daar ooit? Want ik zag laatst Brakke daar volgens mij, hè? Ja, ik heb er vorig jaar nog Grand Prix gehad. En in 2014 Econ 25. Dus ik ken die baan wel, ja. En hoe leef je dan na zo'n weekend toe? Je hebt vandaag gereden in Rhenen. Ja. Dat was om de baan een beetje te testen, neem ik aan. Ja.
Is dat echt een serieuze training voor jou of heb je morgen pas? Vandaag was gewoon een beetje leuk, een beetje gezellig met de rijders. Een beetje mooi rijden, ja, zoiets. Ja. En kijk, als we tussen de Grand Prix zeg maar, dan trainen we alleen op woensdag. Dat is dan wel een serieuze training. Ja. Dan trainen we alleen met de motor op woensdag. Dus. Wat staat er morgen op de planning, trainer? Niks. We gaan donderdag rijden. Toevallig we hebben wat de omstandigheden in het team, maar wij gaan donderdag weer rijden. Ja. Oké. En donderdag? Hoe ziet dat eruit? Ed en Lelystad. Ja? Ja, die legt het net als Lelystad, als Saint-Jean neer, hè. Dat kan niet, Ed. Ja, sporen. Sporen, nee, dat komt altijd wel goed. Nou, heb je de show al gedeeld om kans te maken op het shirt van Davy Pootjes? Dan kan ik jullie melden dat wij zo dadelijk de winnaar gaan trekken. Heb je het dus nog niet gedaan, doe het dan nog even snel. Maak een kans op een gesigneerd shirt van Davy. Dus we wachten heel eventjes. Achter de schermen zijn ze de winnaar aan het trekken. Dus doe snel nog even mee. Naar de poll. We gaan volgende week kijken naar de uitslag. Die hebben we dus ook behandeld. En we kunnen de... Ach, we hebben een winnaar al. Joost van Eert. Nou, bij deze. Joost van Eert. Je moet eventjes mailen naar info@livingfortheweekend.mx. Met jouw contactgegevens, adresgegevens. Dan gaan wij zorgen dat het shirt van Davy die kant op komt. Ja. Nou Joost, gefeliciteerd. Dus dit weekend de Grand Prix in Saint-Jean d'Angély in Frankrijk. En we hebben ook een kleine rits gemaakt van de complete agenda. Dat is wel van evenementen die dit weekend op de agenda staan. Dus daar kijken we nog heel even naar. Davy, zijn er nog andere dingen die jij dit jaar anders hebt aangepakt? Even wat we nog niet hebben besproken. Je noemde al dokters. Ik meen ook dat je een beetje slanker bent. Heeft dat te maken met voeding? Nee, maar even van die kleine dingen, details. Natuurlijk, kijk, ik heb afgelopen winter eigenlijk ook heel veel in moeten halen. Ik heb de laatste 4 jaar, net wat ik zeg, heel veel blessures gehad, heel veel uren gemist op de motor. Dus in 1 winter haal je dat niet in natuurlijk, maar we hebben natuurlijk heel veel uren gemaakt samen met Mark en ook qua voeding waren aangepast en qua trainen om de motor heen en gewoon heel het schema, alles is eigenlijk een beetje anders en tot nu toe werkt het heel goed. Dus, Nou perfect, goed om te horen. Ik hoop jou dit jaar nog een keer op het podium te zien en wat mij betreft nog 10 keer. Ik zou zeggen succes daarmee. We hebben de wedstrijden in beeld gehad, dus in plaats van dat ik ze allemaal opnoem, doen we het nou op deze manier. Dus ja, dan zit er niks anders op dan volgende week terug te zijn met een volgende show. We hebben nog een afbeelding van een beeldscherm, waar dat de mensen tegenwoordig dus de show op terugkijken. Dus je kunt via de YouTube-app op je televisie, de Smart TV, kun jij de show ook op jouw beeldscherm binnenhalen. Dus mocht je dat nog niet doen, probeer dat eens. Niet voor mij hoor, maar het kijkt misschien wel relaxer dan op je telefoon of op je iPad of ander schermpje. In ieder geval, terug te zien deze show op Instagram in stukjes, op YouTube en op Facebook volledig. En ook de podcast is weer te luisteren via Spotify. Volgende week zijn we terug met een nieuwe show. Dan is Frank Rottier erbij. Wie dat de andere gasten zijn en of dat Mark erbij is, ja of nee, dat ziet u dan wel. We gaan het weer aankondigen op social media van tevoren. Dus ik zou zeggen, heren, bedankt voor jullie komst naar de studio. Ja, geen dank. En dames en heren thuis, bedankt voor het kijken en tot volgende week.